Een hele diep zwarte dag. Een diep zwarte dagen geweest afgelopen week. Omdat toen al begin van de week bleek dat het toch wel naar een einde toe zou kunnen gaan. En dat is dan ook bevestigd door het feit dat Fredje vannacht om rond 12:30 is overleden. Ja, u zegt Fredje, want u noemde hem eigenlijk altijd al zo, hè? Ja, in moeilijke tijden zei hij Aatje. En in vrolijke en moeilijke tijden zei ik Fred. En in vrolijke tijden zei ik Fredje. Dat gezien zijn lengte zou je dat niet denken. Dat zou je niet kunnen zeggen, want hij is meer dan 2 meter, meen ik. Maar zo heb ik hem dus wel altijd aangesproken. En dat betekent een kleine vorm van, nou, van adoratie. Ja. Ja. Waarom adoratie? Ja, een man met ongekende kwaliteiten. Met een Feyenoord hart, een Feyenoord gevoel wat ongelooflijk is geweest. Gedurende 70 jaar lid van Feyenoord geweest. Gedurende meer dan 50 jaar heb ik hem gekend, hebben we elkaar gekend. Ik heb gezien wat hij allemaal kan. Zijn talenkennis was fantastisch. Zijn humor was grenzeloos. Zijn trouw aan de club was fabelachtig. Zijn trouw aan mensen waar hij mee werkte en werkt, is ook geweldig geweest. En ja, het is een clubicoon die je weinig zal aantreffen. Ajax en PSV zullen er ook wel van die mensen hebben. Wij hebben ze ook, maar dit is wel heel bijzonder. Misschien als je kijkt naar zijn voetbalkwaliteiten, niet de grootste, niet de beste Feyenoorder, maar wel de man met het grootste Feyenoord hart, hè? Kijk, als voetballer, hij kon heel goed voetballen. Alleen had zijn lengte natuurlijk tegen. In het begin jaren had hij ook zijn gezondheid tegen. Dat is allemaal wel hersteld. Hij werd de stopnaald spil genoemd in die tijd. Hij heeft een paar partijtjes in het eerste gespeeld. Daarna veel in het tweede. Maar dat zijn niet zijn grootste kwaliteiten geweest. Zijn grootste kwaliteiten waren dus bestuurder zijn van een club. Hè. Begonnen als jeugdvoorzitter. Jeugdspelers binnenhalen, scouting. Daar was hij dus een kei in. En heeft hij zich zo enorm ontwikkeld dat hij dus een prominent bestuurslid is geworden in de club. Gedurende vele, 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 vele jaren. Met als groot bindmiddel zijn kennis delen. Zijn kennis delen met mensen die hij mocht. Het was wel zo dat als je niet mocht, dan had je wel een probleem met hem. En dat wil niet zeggen dat je dan per se achter zijn kont aan moest lopen om maar te zorgen dat hij je mocht. Want zo werkt dat niet natuurlijk. Maar als je wat presteert, of wat presteerde, dan had hij er erg veel waardering voor. En dan bleef hij ook trouw. En dat is een bijzonder groot compliment. Dat vind je niet zo makkelijk. Ja, en de laatste jaren met name bekend, hè, als de persvoorlichter van Feyenoord. En dan legendarisch natuurlijk altijd hoe hij met één zin van, jongens, zo is het wel genoeg, eigenlijk alle commotie wegnam bij Feyenoord in slechte tijden. Ja, ik noemde het eigenlijk een verhouding van vader en kinderen eigenlijk. Hè? Zoals hij dat deed in zijn persconferenties. Oude jongens, krentenbrood, jongens, niet oude hoeren, kom op, we gaan een biertje drinken of we gaan dit. Dat kon, misschien kan het allemaal niet meer in deze tijd, maar dat kon wel in die tijd. Maar, belangrijk, men accepteerde dat ook van hem. Want Fredje was, ja, dat was fijn, oké, een icoon, prima, gaan we doen, oké. Dus hij kon partijen ook goed bij elkaar brengen. Hij kon ook problemen goed oplossen die er waren eventueel tijdens een persconferentie. Dan werd het altijd een beetje, jongens, kom op, die vraag moet je niet stellen, jongens, ga je eens uit. Nou, dat was ook Fredje. Er is zoveel op de man niet af te geven, maar juist te benoemen, gezien zijn kwaliteit, zijn persoonlijkheid, zijn vastigheid, zijn oervastigheid. Alles wat belangrijk was voor Feyenoord, deed hij dus. En dat is, kan ik je zeggen, van nabij heel erg veel geweest. U kent hem bijna als geen ander. Wat is nou de mooiste anekdote die u over hem kan vertellen? Nou, er zijn er meer die hem goed kennen. Wim Jans is er een van. Als kind, als jong voetballertje, kende Wim Fredje al. En er zijn er nog een groot aantal die hem heel goed kennen, hoor. Herhaal je vraag nog even. De vraag was, wat is nou de mooiste anekdote die ik over Fred Blankenmeijer kan vertellen? Ja, ik heb er een aantal, maar ik had beloofd om dat eigenlijk nooit te zeggen. Maar goed, soms moeten dingen gewoon gezegd. Het zijn allemaal leuke dingen, hoor. Het zijn geen gekke dingen. Maar wij gingen natuurlijk vroeger met Fred en ik, en vaak Piet Steenbergen, die ook helaas kort geleden is overleden,
gingen we vaak met de groep op reis. All over the world. En dan dronken we glas. En wel eens meer dan één glas. En daar heb ik een keer een anekdote meegemaakt dat we al kruipend op de vloer in een prachtig hotel achter elkaar kropen, omdat we te veel Bacardi Cola op hadden. Een trainer, Ab Favier, die dronk op dat moment whisky uit een asbak. En dat is maar één van de vele anekdotes die ik heb meegemaakt. En zelf zal ik niet meer weten precies hoe het allemaal gegaan is. Maar in elk geval, wij genoten wel van het op reis gaan. En hij was natuurlijk altijd reisleider. De man die de tickets verzorgde, de paspoorten. Je hoefde maar in te stappen en ajuu paraplu, daar gingen we. Een ander voorbeeld is, hij was onverwoestbaar. Onverwoestbaar. Diep in de nacht, maakte allemaal niet uit. 'S morgens om 5:30 weer op, hop, daar gaan we. We zaten te wachten op een vlucht naar Honduras. En het ging me niet, en het ging me niet, en het ging me niet. En op een gegeven moment, nou weer, een borreltje, 3:30 naar bed. En om 5:30, kom op, eruit allemaal, haasten, wegwezen, pakken je spullen, want we vliegen om 7:00, moeten we vliegen. Dat soort dingen, hij was onverwoestbaar. Fantastisch. En de laatste 5 dagen heeft u Fred Blankemeijer ook van dichtbij meegemaakt. Hoe heeft u die laatste 5 dagen beleefd? Het was denk ik moeilijk om te zien hoe hij aan het aftakelen was. Dat was heel erg emotioneel. Wij zijn met mijn vrouw Karin en met de familie, zijn we er dus de laatste 5 dagen zijn we erbij geweest. Vaak een enkele keer tot laat. En dan zie je dus zo'n boom van een man. Zie je dus ja, ontredderd liggen. Waarvan je hoopt dat het niet het einde zal zijn. Maar je weet natuurlijk wel dat het wel zo is. En dat heeft mij wel veel gedaan en dat raakt me nog. Dat zal ook niet zo makkelijk zijn om dat even snel te vergeten. Maar de laatste avond dat we er waren, toen was hij toch nog wel zo nuchter om te zeggen. Althans niet nuchter. Maar er schoot kennelijk iets in zijn brein. Dat hij zei, Aad, ik ga naar huis. Hè? Het is klaar. Aad, het is klaar. Dat zei hij. Aad, het is klaar. Ik ga naar huis. Dat was zo indrukwekkend. Echt ongelooflijk. Ja, dat doet je wat. Dus, ondanks het feit dat hij heel ver weg was, komt er kennelijk toch nog iets naar boven toe. Hij herkende ook de avond ervoor iemand die op visite was ook. Oh ja, en Sjaak, troost, heeft hij ook nog. Heeft hij geweten dat hij er was? Ah, dat zijn waardevolle dingen. En die delen we graag. Ja, heel mooi. Prachtig. En dan ook nog dingen over Feyenoord gezegd in zijn laatste dagen. Of puur de emotie met personen die dierbaar zijn voor hem. Ik heb getracht om te zeggen dat Feyenoord gelijk had gespeeld. Ik heb het gezegd. Ja. En toen heeft hij heel lichtjes geknikt. Zo. Dat hij dat begreep. Ik heb wat verhalen uit het verleden aangehaald. Weet je nog, Fred, van toen in die tijd in 1984 met Johan Cruijff, dat soort dingen. En toen knikte hij ook heel moedig, knikte hij dat hij dat begreep. Ja, ja. Ja. Heel diep en heel emotioneel. Dat maak je niet elke dag mee natuurlijk. En dat hoop ik ook niet elke dag mee te maken. Het punt is altijd, als iemand niks meer kan zeggen, want dat was zo. Althans, hij probeerde wel wat te zeggen, maar er kwam geen geluid uit. Dan weet je eigenlijk niet meer of je een verhaal moet beginnen, ja of nee, of dat je de man met rust moet laten. En dat is een afweging die je dan moet maken. En die is verdomd moeilijk. Maar je probeert er nog het uiterste uit te halen. En dat is wat ons betreft denk ik wel gelukt. Ja. 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 En nu, ik heb begrepen, aankomende zaterdag staat heel Feyenoord bij zijn overlijden stil. Wat zijn de plannen? Wat gaat er gebeuren? We hebben vanochtend een vergadering gehad met de partijen, zeg maar de BVO, het stadion en wij. En daar hebben we alle wensen
en alle dingen die zouden kunnen gaan gebeuren, of die kunnen gaan gebeuren, hebben we doorgenomen en besproken. Zaterdag is in elk geval de crematie. Ik ga niet zeggen op dit tijdstip, op maandag, hoe laat enzovoort enzovoort. Dat gaat allemaal via de media en via uitnodigingen. Want anders zouden we onze plannen dwarsbomen en dat is niet netjes. Dus ja, ik verwacht en wij verwachten erg veel belangstelling, erg veel mensen. Ook zondag tijdens de wedstrijd Feyenoord-Heerenveen. En ook zaterdag hier op Varkenoord natuurlijk. En ook in de uitwedstrijden zullen we al het nodige doen om te zorgen dat alles waardig verloopt. En dat we dus een prima ter nagedachtenis aan Fretje hebben. Dat we dat erg, dat men dat zal waarderen wat hij voor de club heeft betekend. Een van de weinige overgebleven iconen. Die straks niet meer voor zullen komen in het betaalde voetbal. En daar zullen we dus een mooie dag van maken. Zaterdag in elk geval. Voor sommigen een ongelukkige dag, maar het is een voetbaldag. En we gaan er hopelijk toch een mooie dag van maken. Ja. Zaterdag en zondag ongetwijfeld spelers met rouwbanden en ook een onvergetelijke dag. Ja, dat zal ongetwijfeld gaan gebeuren. Dat hebben we allemaal besproken, dus dat zal zeker gaan gebeuren. Een onvergetelijke dag, ja, zeer zeker. Maar ook een dag waarvan ik weet, bijna zeker, dat die gezegd zou hebben. Prima, rouwen, maar nu nemen we een borrel. En dat gaan we dan zaterdagmiddag, hoop ik, gaan we dat doen. En met respect en waardering terugdenken aan datgene wat hij voor de club heeft gedaan.